Hallo iedereen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van de vakantievideo's, de vakantievlogjes eigenlijk. We zijn hier aan het afwassen, team Hessel en team Vincent. Toen ben ik daarna wezen bellen of er nog enigszins een roomservice beschikbaar was. Maar wat denk je? Helemaal niks. Jongen, jongen. Yeah, here we go. Ik heb er zin in. Engeland, here we go. We doen al die auto's aan de verkeerde kant van de weg. Hessel, links blijven, links rijden, kom. Zolang de achtbaan maar open is, ben ik tevreden. Ah, ik wil liever in de dark ride. Zo, daar zijn we weer. Ja. En we werden net geholpen, nou ja, eigenlijk beloond door een meneer in de auto. Ja, die kwam, ik wou naar de automaat lopen, zegt zo'n man. Hé, tot hoe lang moet je parkeren? Ik van, ja, ik weet niet, hoezo? Ja, ik heb nog een kaartje tot die geldig is, dat 3:15. Kwart voor drie. En hij ging weg, dus ja, hij had gewoon te veel betaald. En toen heeft hij dat kaartje ons gegeven om te parkeren dan, hè, natuurlijk. Ja, waarschijnlijk zo'n 24 uur kaartje of zo. Oh, dat zou kunnen, ja. Dus ja, dat scheelt. En wij blijven tot 3:00 aan deze kant van Blackpool. Dus gratis parkeren. Ja, we gaan iets moois doen. We gaan under the sea eigenlijk, hè? We gaan 4 attracties doen. En daarna nog naar een pretpark. En daarna nog naar een prep. Nee, daar gaan we nog iets anders doen. Oh, nog weer iets. Ja, dus te veel. We hebben genoeg te doen. Te veel. Laten we snel starten. Ja, ik vind het al vanaf dag 1. Het Britse volk is zo fantastisch. Lief. Respectvol. Een praatje maken. Echt top. Welcome to Coral Island. The biggest and best indoor entertainment complex for all the family to enjoy. En dit is de Sea Life Blackpool. Nee, de plattegrond. Daar gaan we dan. De eerste. Ja. Ik hou hier wel van. Ik vind het altijd wel, ik weet niet, rustgevend of zo. Het is wel een vorm van rust inderdaad hier. Ja, toch? Met de muziek, het is niet, maar het is gewoon... Nou, het zou wel leuk zijn dat je die visjes allemaal ziet. Ja, goed. Rave party bij Sea Life. Riff party. Nou, je kan in ieder geval wel voor £30 extra kan je de schildpadden eten geven. Ja, dat vind ik wel een beetje veel als ik eerlijk ben. Ja, toch? Het eten of de prijs? De prijs. Ja. Your adventure starts here. Cool. Nou, hier gaan we naar binnen. Wat heb je gevonden, Hessel? Ik heb een sun starfish. Oh, mooi zeg. Ik vind de aquariums nu al prachtig eruit zien. Kleurrijk ook. En natuurlijk de grotere vissen. Ik hou altijd van teaming en van Sea Life zie je dat ook heel vaak terug, hè? Prachtige aankleding ook. En zowel de aquariums als gewoon de looproutes die je doet. Ik zie een groot schipwrak. Allemaal water wat eruit komt. Fonteintjes.
Nou, dat was toch magisch? Ja, dat was leuk om te zien. Alle lekkere visjes gekeken. Het was misschien een beetje kort. Ja, maar ik wil net zeggen, we liepen nog wel vrij langzaam, maar we waren binnen een uur doorheen. Ja. Dus, ik ben blij dat we die Merlin-pas hadden. Ja, dat wel. Nou, we gaan in ieder geval naar de volgende attractie en dat is Madame Tussauds. Ja. En dan kunnen we een hele bijzondere ster ontmoeten. Ja, dus dat wordt wel betekend. Ik sta er niet. Ik sta er niet. Wees, ja, niet, bang. Jammer, wees niet bang. Wees niet bang. Misschien in Amsterdam over een paar jaar. Ja. Nooit. En als echte filmsterren hier doorheen lopen. Kijk of we een paar sterren kunnen herkennen ook. Doctor Who, ik heb de serie nooit gezien. Ziet er wel heel creepy uit. Wel een mooie figuur hoor, dit. De Dan Tom. En dit is zijn gamekamer. En hier zit hij dan, lekker te gamen. Cool, kijk nou. Grappig. Er is een kamer hier. Met die Minecraft's muziek. Mooi hè. Ja, dit is mijn hoekje hoor, de Comic Store. Oh, wat goed dit. Muziek van Guardians of the Galaxy. Helemaal top dit. En we gaan naar de superhelden toe. Wie komen we allemaal tegen? Ik ben benieuwd. Hessel, let op. Ben je sterk? Let nou op, jongen. Je bent geen Bokito. Zeg je? Je bent geen Bokito. Vincent, niet vallen. Niet vallen. Oh, wat een cuties. Van Rocket natuurlijk, hè. Kijk dan. Shaka, hoega, hoega. Oh, fantastisch. En... Oh, is Marvel. Mooie vrouw. Nou, we gaan eens kijken waar we nu in komen. Leuk dit, zeg. Beetje Main Street. Ik denk dat dit komt uit series. Oh, een hele bar. Oh, wat leuk. Nou, wat grappig dit. Van een bar. Ja, er zitten ook allemaal poppen hier. Zelfs met één drumstok kan het nog. Ja, natuurlijk. En uiteraard de helden John Lennon, George Harrison, Paul McCartney en Ringo Starr. Ja, fantastisch. Ziet eruit als een attractie. Wij moeten we deze kant op. Oh nee. Oh nee. Niet zoiets. Nou, dit is heel specifiek. Wauw. Oké, hoe groot is dit? Die ramen zijn zo schoon. Het is echt heel eng dit. Ik denk dat een arme stagiair heel veel aan het wassen is hier. Was. Was. Loopt dat dood? Ja. Ik volg jou gewoon, dan ben ik safe. Nee. Maar soms zie je het wel wat een glas is. En dit is glas. Maar op de grond kun je het ook niet heel goed zien, zeg maar. Hebben ze heel goed gedaan. Oh, zijn we er al? Oh, nou, netjes. Ik denk dat we hier komen bij een moment. Ja hoor, kijk. Hij is niet zo spraakzaam. Ik kan hier voor 15 pond je hand laten waksen. Super cool. Ja, dit is toch wel een held. Tommy Cooper, een beetje de André van Duin van vroeger. Kijk maar eens filmpjes van hem, hij is echt super leuk. Ja, dat was echt ongelooflijk gaaf. Ik heb nog een pin gekocht van de Avengers.
Ja, Marvel is natuurlijk wel mijn nummer 1, uiteraard. Ik mis nog wel een aantal bekende personen, maar ja, daar ben je natuurlijk altijd bij met Dr. So. En zo Knol stond er niet, nee. Nou, maar die is niet bekend in Engeland, hè? Nee, klopt. Maar dit is natuurlijk de Blackpool Edition. Dat wel. En, kleine spoiler, dat is niet de enige waar we heen gaan. Nee, we gaan weer naar een attractie toe. Het is echt niet normaal, hè? Nee, inderdaad. We hebben nu Merlin passen, dus we kunnen in totaal 4 attracties bespreken. Ja, dus we gaan snel door naar de volgende. Daar is die dan, de dungeon, de Blackpool Tower Dungeon met 10 live acteurs en ook 1 exciting ride. Ik weet welke ride, dus we gaan naar binnen. Oh jee, dit wordt wat. Welkom in de dungeon. Nou, we gaan in ieder geval beginnen in een arcade gebied. Ik vind het wel heel eng hoor. Ja, dat is spannend, dat is spannend. De dungeon entrance. Oh, het is wel nu al spannend, Hessel. Hier gaan we instappen in de drop tower. Ja, dus ik zeg op een gegeven moment kan je beter nemen. Oh, hallo, ja, het was super gaaf. Wacht even. Het was echt ongelooflijk. Hele mooie shows, goed geacteerd. Soms een beetje lastig te verstaan door accenten. Maar het was wel te begrijpen. En we werden ook allebei uitgekozen. Het was super gaaf. Ja. En ook die droptoren, hè. Ja, jij in de torturing room en ik in de operatiekamer. Ja, fantastisch. Nou, ik ga nog even opstellen. Nou, volgens mij wacht die kerel naast je al heel lang op zijn bestelling. Oh, ik zocht het helemaal niet. De volgende attractie wordt de Blackpool Tower. Nou, dat wordt lekker aansluiten gelijk. Goed, hè? Ze hebben allemaal levels met golven. We zien een gift shop. Ze hebben een cinema 4D. Circus Tower. Van alles. Geweldig zeg. En wij gaan met de lift naar level 5, denk ik. Ik heb geen idee wat. Ja, doe maar 5. Vind ik leuk. Is ook de making of van de tower, hoe die is gebouwd. Gaaf, hè. Dat is wel interessant om te zien ook. Ja, even een brilletje pakken voor de cinema. Ja, er zit blijkbaar een 4D cinema in. Dus ik hoorde, ik dacht we gaan gewoon naar boven en we hebben uitzicht, maar blijkbaar niet. En wij gaan door naar de beklimming verderop. Ik hoop dat we geen hoofdvrees hebben, Hessel. Oh, ik niet, maar jij hebt wel meer. Beetje. Het wordt steeds beter. Ik tril nu al. Oké, ja, dit is niet zo heel erg, maar dit hier is natuurlijk wel echt heel erg. Mooi, hè? Wauw. Nou, we zijn even buiten. Het is helemaal afgezet hier. Jammer, hè? Zo jammer dat nou, net. Je weet waarvoor het is. Ja, dat mensen dingen naar beneden gooien. Nou, onder andere dat mensen zichzelf naar beneden gooien. Dat ook. Dus, ja. Ja, dat ik ook. Snap het zeker van mijn veiligheid.
We zitten op 137 meter. We kunnen ook niet verder, want er staat een bordje... Nou, gewoon afgesloten eigenlijk. Maar dit is het hoogste punt, Hessel? Ja, dat is het hoogste wat je kan in Blackpool. Dus we staan momenteel 2 keer de hoogte van de Big One. Ja. 2 keer de hoogte van de Big One. Dat is niet normaal, hè? Dan kun je zeggen, dat is de Big One. Nee, dit is de Big One. In mijn broek. Sorry. Mijn broek had... We zijn weer in Coral Island en we gaan in de monorail, want hij is open. En je hebt dus wapens aan boord en dan kan je dus op doelen schieten blijkbaar. En er is een indoor gedeelte. Ja, ga even proberen. De ticket is binnen. Nou, je kan het niet gebruiken helaas. Blijkbaar. Ik ben benieuwd naar het indoor grotje. Het gaat een stuk sneller nu. Nou, daar komt ie. Wel van die doelen, maar volgens mij is het dan voor de sier of zo. Ze heeft het vroeger gewerkt, dat kan ook. Ik denk het, ja. Ja. Black light. Ah, toch een soort tweede dark ride hier in de Coral Island. Nee. Super leuk. We lopen naar de kermis om te kijken of we nu eindelijk in de achtbaan kunnen. Ik hoop dat die open is, Hessel. Ik heb hem nog niet zien draaien namelijk. Nee, ik ook niet. Of het is niet populair. Dat zou ook kunnen. Hij is echt 10 euro per rit. Yes, we built a city on rock and roll. Gelukkig is die kleding... Hij is al dingen aan het afhalen, Zel. Door de wind mag die niet open gaan. Anders haalt hij de heuvels blijkbaar niet. Nou, dus we gaan door naar iets anders. Ja, nou ja, dan naar de Blackpool, hè. Ook en... leuk. Verdorie. Lekker man, we zitten hier bij Waterpark even te genieten. Ja, Sandcastle Waterpark. Want Blackpool is nog niet open, maar dadelijk wel. Maar dus, even rusten. Even de voetjes rust geven en genieten van de hete chocolade. En marshmallows. Ja, we zijn weer terug in Blackpool Pleasure Beach. Deze is nu geopend, gelukkig. De Grand National. Ja, fantastisch. Wat een baan, hè? Echt leuk. Maar echt schokkend, niet normaal. Heel tof. Hoort erbij. Het is vrijdagavond en er loopt hier geen kip. Er loopt geen hond hier, dus het is toch raar. Ik zei net, het is vrijdagavond, het is een best wel bekende bestemming dit. Maar waar is iedereen? Dus we kunnen ook overal doorlopen gewoon. Ja, dat is echt raar. Enige nadeel is wel, het restaurant dat we wouden eten is dicht.
dat is jammer. Maar een goede tip, mocht je naar dit park komen, doe dat rond september. Ja, en tip, zorg dat je een werkende creditcard met pincode hebt of genoeg cash. Want ja, ik ben dus mijn pincode, mijn creditcard is dus geblokkeerd omdat ik dus mijn pincode niet meer wist. Want die gebruik ik nooit. Want een bankpas is niet geldig hier. Klopt, ja. Heel stom, maar goed. Maar het komt goed. Wij hebben genoeg geld, toch? Ja, daarom. En YouTubers. Even pinnen. Nee. YouTube monies. Ja. Een van de oudste attracties van het park. De rest zie je uiteraard in de review. Etenstijd. En jij hebt een burgertje en ik heb een wrap. En well, ja... Ze zijn alweer aan het vechten, die meeuwen. Heel de tijd gekkigheid hier. Ik bescherm mijn vriend. Ja, lekker man. Oh ja, het ligt hier ergens onder, denk ik. Oh, daar ligt hij. Kijk, daar komt hij hoor. Je krijgt één stukje en niet zeuren dan, hè? Goed? Passaje del Terror. Ja, deze experience duurt ongeveer 12 minuten. Ja. De loopattractie. Ja. Het ziet er heel spannend uit. Het zijn allemaal films waar je doorheen loopt. Hallo. Nou, vanaf hier mag ik filmen, dadelijk niet meer. Dat is het enige wat we kunnen zien. Ik ben echt benieuwd, want het ziet er al prachtig uit aan de binnenkant. Wauw, mijn hart is zo hard aan het pompen gewoon. Dit is niet normaal. Ja, we zagen allemaal bekende helden. Nou ja, eigenlijk bad guys uit ja, slagfilms. Michael Myers, Scream, Chucky, Annabelle. Dit kwam voorbij. En ze kwamen allemaal tot leven ineens. En achter Hessel kwam een of andere gast aan op handen en voeten. Het was echt niet normaal. Wauw. Hoe vond je het, Hessel? Ja, bizar. Niet normaal. Echt, ik ben me zo hard geschrokken, joh. Ja, vooral de Nan toen ik hem zag. En je weet niet wat je moet verwachten. Maar je moest echt rennen als een gekke. Die gast achter je aan mijn ketting zagen, messen. En het decor was echt prachtig. Echt complimenten. Overal waar je keek zag je de kleinste details. Het was echt heel mooi. Ja, maar je rende er wel hard doorheen. Ja, toen die vent achter ons aankwam, we moesten wel. Run, run! Oh my god. Echt fantastisch. Echt goede kwaliteit dit. Ja, dat is wel bijzonder. Wow, voor een year-round spookhuis. Ja, want inderdaad, we hebben het gevraagd. Vanaf februari tot november is die open. En dan dezelfde tijden als Blackpool Pleasure Beach. Dus mocht je een keer willen bezoeken, doe dat zeker. Want dit was echt goed. Ja, dit was wild. Ja, heel wild, ja. Ik ben normaal best wel een held in spookhuizen. Ja, dat was ik nu niet. Het was misschien wel goed ook dat we nog even naar de les zijn gegaan voor de tijd. Maar op een gegeven moment, ja, normaal ben ik wel een beetje van, nou, ze mogen je toch niet aanraken. Maar nu, we liepen met z'n tweeën en ik liep achter. En op een gegeven moment kwam een paar keer een acteur van achter die aanrennen. En dan voel je toch wel een beetje die vluchtreactie van, oh, shit, snel weg hier. Ja, bizar. Wel echt een toppetje aanraden als je in Blackpool bent. En een beetje van horror houdt. Want als je hier niet van horror houdt of er niet tegen kan, ja, dan zou ik gewoon naar Blackpool Pleasure Beach gaan. Mooi, hè? En deze tram, daar sluit het toch mooi mee af. Dit was Blackpool. Ja, dat waren onze dagen op Blackpool. Mooi, wat hè? Een dagen, hè? Mooie dagen. Ja, prachtig. Je ziet het hier, de big one in het donker. Wat een mooie ervaring. Gaaf, ik heb net nog mijn Big Dipper als laatste rit gedaan. Ja, deze was wel een stuk beter. Ik zat niet op de wielen, dus... Dat scheelt. Nou, ja. Ik deed Alice en die was ook heerlijk. Ik ga de Dark Rides en ook de achtbaantjes missen. Doei! Doei! Zo, we zijn weer terug in het appartement. Eigenlijk de laatste nacht dat we hier besteden. Morgen naar een gloednieuw park. Natuurlijk gaan we dat niet verklappen waar we heen gaan. Daar moet je de vlogs voor kijken. Sorry alvast voor deze lengte voor de video. Het is een beetje uit de hand gelopen, maar we hebben zoveel bezocht, toch? Ja, het was gewoon een hele goede en lange dag. Dat wel, zeker. We zijn ook wel best wel even gaar. Maar goed, hopelijk vond je het leuk en hopelijk ben jij niet gaar met het kijken. Laat van zo'n duimpje achter en ben je nog niet geabonneerd, klik natuurlijk even op abonneren beneden. Dat helpt mij op weg naar 77.000 abonnees. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot morgen! Doeg!